Hoi, Robin hier en welkom bij alweer de vijfde aflevering van Robben Smalltalk. De aflevering waar Hila het spel moest verlaten. Ik had het echt totaal niet aan, ze komen zeker niet naar mijn uh, verdenkingen van vorige week. Maar goed, het is wat het is en uh, daar moeten we het uh, mee doen. Het uh, was ook voor mij wel een uh, moment uh, dat mijn uh, gedachten soort van in een kettingreactie zijn gegaan. En uh, ja, zoals Hila al zei, moesten ze alles nog een keer nalopen waar het fout is gegaan. En over kettingreactie gesproken. Dat is de titel van de aflevering. En dat is ook waar we hiermee gaan beginnen. Ja, de titel van de aflevering was natuurlijk kettingreactie. Iedereen kent natuurlijk het uh, woord kettingreactie. Wanneer één ding in gang wordt gezet, dan volgen daarna nieuwe reacties naar aanleiding van het eerste ding. En zo gebeurde dat ook in deze aflevering. Sahil en Fresia waren de eerste actie in de eerste opdracht omdat hun zakjes moesten laten vallen, kon de volgende actie door de kandidaten in gang worden gezet. Zodat ze geld binnen konden halen. Dit zou dan een hint richting Sahil en Frezia zijn. Daarnaast stelde in de derde opdracht Kim Lian voor om voor de 2000 euro te gaan. Nou, ik vind eigenlijk dat we best wel veel geld al hebben verdiend deze aflevering. Dus misschien kunnen we een keer iets, iets meer risico nemen. nemen. Daar ging Freja aan mee en uiteindelijk volgde de rest. Uh, ik, ik, denk ik, ook ga wel. ik ga al in dan. Alles ik of ga niet. Al in. Al in uh, dan gaan we al in. Duidelijk. In ieder geval goede hints richting de kandidaten wie eventueel de mol zou kunnen zijn, maar goed, ik denk dat het uit de lucht gegrepen is. En dat is ook de titel van opdracht 1. uit de lucht gegrepen. Tijdens deze opdracht konden 2000 euro verdiend worden als ze op tijd de ketting los konden krijgen, het kistje open konden krijgen en de boot konden bereiken om naar het vasteland te kunnen komen. Uiteindelijk hebben alleen Thomas en Letitia. Uh, dit verbracht wat goed was na de verdubbelaar van Thomas voor 750 euro in de pot. Is er mij een aantal dingen opgevallen die misschien iets voor de hand uh, liggend zijn. Ja, nietjes wat het lijkt. Te beginnen met Thomas. Uh, dit viel mij op toen hij 250 euro had gepakt. En uh, toen hij werd opgepikt door Letitia. En daar zei hij het volgende. Hoeveel had jij? 250. Ik 200 plus een verdubbelaar. Heb jij een verdubbelaar? Verdubbelaar. Lekker bezig. Yes siree Bob. Het was een vreemd moment. Een niet directe molactie. Misschien ook wel, maar omdat alleen Letitia er was zou het Thomas natuurlijk heel erg verdacht gemaakt hebben. Dus het is uh, in ieder geval een hint richting Thomas. En dan ook een opvallend moment dat Letitia nog aan de ketting zat maar wel de roze etui kreeg toegeworpen. <middels> Maar hij ligt dicht bij de paal. Ze kon er niet bij, maar later toen ze wel bevrijd was, heeft ze deze niet meer gepakt. Terwijl die nog wel op dezelfde plek lag. Of ze zat helemaal in de opdracht. Of het was een bewuste actie om zo minder geld in de pot te krijgen. Ook had Even moeite om contact te krijgen met Sahil. Maar achteraf bleek dat het contact was met Frezia. Hij kon zwaaien wat hij wilde, maar als je hem niet kan vinden of niet kan zien, ja, daar kan je ook niets gooien. Dan opdracht 2, ook wel zwaarder meer genoemd. Hier moesten de kandidaten zinnen zoeken die bij hun pasten. En daarnaast ook wat geld bij elkaar zoeken. Ze konden hier 3000 euro verdienen. En uiteindelijk, afgerond naar boven, hadden ze alsnog 800 euro binnengehaald voor de pot. Wat natuurlijk nogal opvallend was, was de klassieke muziek. Deze was met een orkest gedaan. En nu zul je denken: ja, dat verwijst naar Letitia. Dat klopt, daar ben ik mee eens. Maar er zit hier ook een hele grote maar bij. Maar. In 2015 heeft Kim Lian Disney in concert gedaan met het beroemde Metropool Orkest. Bij met dat concert natuurlijk ook het liedje van The Lion King, die ook in de aflevering te horen is. Toevallig is het niet. Ik zou in dit verhaal dan toch meer de hint richting Kim Lian laten gaan dan Letitia. Dan natuurlijk geeft ook tijdens deze opdracht Letitia aan dat de portofoon niet werkt. En dat was wel een heel opvallend iets, want... Ja, je mag er wel van uitgaan dat apparatuur tegen water kan en zoveel was het nou ook niet. Het is vreemd, maar ja, het zou natuurlijk wel zo kunnen zijn dat het, uh, dat het zo was. Later bleek natuurlijk dat het niet zo was. En wat ik dan eerder verdenk is dat Evan, wanneer hij over de fiets heen hing, dat hij met zijn hand kanaal heeft gewijzigd in plaats van kanaal 16 naar kanaal 13. Ja, dan is het logisch natuurlijk dat je niets en niemand meer hoort. Uh. Ga los. Ga los. Het zou dus daarom ook meer een hint richting Everen zijn. Ja, dat hij hier eventueel aan het mollen is. En dan is het alweer tijd voor de laatste opdracht genaamd tijdsbeeld. Hier hebben ze 2000 euro voor de pot gewonnen. En dat was ook echt wel een hele gewaagde actie. Zeker omdat ze letterlijk nog maar een paar seconden over hadden. De kettingreactie, hoe dit tot stand kwam, hoef ik natuurlijk niet meer uit te leggen. Deze hebben jullie eerder, deze aflevering al gezien. Maar voor mij het meest opvallende moment was dat de adelaar op zijn neus werd gezet. Dus volgens mij was het op zijn neus. De hand glijden. Oké, okay, stop. Oh, erop. Waarom zou je dat in vredesnaam willen doen? Ja, ik ben er nog niet helemaal uit. Wie van de twee de overhand hier voerde om dit zo te doen? Dus wat mij betreft zijn ze ook allebei schuldig aan een moordactie, zeker omdat ze de vleugel wilden laten leggen, maar uiteindelijk ja soort van werden gedwongen om het mee te nemen zodat ze in ieder geval daar niet op konden worden afgerekend. Moet niet opgeven Nee, nee, niet opgeven. Ik ga het gewoon erop en plak hem vast. Of kauwgom. Ja, en zoals alle andere afleveringen en opdrachten was het ook Kimlian. Die weer liet zien hoe weinig er uit de handen kwam. En ja, dat is best wel jammer. Zeker tijdens deze hele zware opdracht. Maar ja, ze heeft wel genoten van de modderbad. In de eerste opdracht. In ieder geval weer genoeg hints en theorieën voor deze aflevering. Dus dan gaan we door naar de executie. En natuurlijk de afsluiting van de aflevering met de verdenkingen. Ook zoals ik in het begin al zei, heeft Hila helaas het spel moeten verlaten. Iets wat ik niet had verwacht. En ik moet zeggen dat ik de afgelopen tijd best veel hints en theorieën. ook van andere mensen heb bestudeerd. die ook zeker mogelijk waren. Maar iedere keer als ik dat heb gedaan, dan gebeurt er weer wat. Eh, zodat deze theorie eigenlijk niet meer eh, voor toepassing is. En ik begin nu zelf ook wel een beetje te twijfelen. In ieder geval, één ding is zeker: ik heb nog geen tunnelvisie. En dan is het natuurlijk eh, weer tijd voor de verdenkingen. Vorige week heb ik de uitspraak gedaan dat Hila, Frezia of Everen de mol zou kunnen zijn. Dus in dit geval blijven dan Frezia of Everen over. En ik denk dat ik toch voorzichtig, ook al zou het wel. Heel erg opvallend zijn dat ik Kim Lian erbij ga zetten. Ik denk ook wel dat ik daar uh, voor nu bij gelaten. Ik hoop jullie hebben genoten van deze aflevering. Als je het hebt gedaan, laat dan een like achter en vergeet niet te abonneren. En als je bent geabonneerd, vergeet niet het belletje aan te zetten, zodat je een bericht binnenkrijgt wanneer ik een nieuwe video heb geüpload. En dan zeg ik voor nu uh, Later.